We staan aan de vooravond van de Delta Lloyd Regatta met Casper Bouwman en Dorian van Rijsselbergen. Twee Nederlands beste Olympische windsurfers. Man, hebben jullie er zin in, Casper? Ja, absoluut. Het is weer een tijdje geleden dat we een wedstrijd hier in Nederland hebben mogen varen. De weersvoorspellingen zijn goed. We zijn er klaar voor. Weersvoorspellingen zijn goed, maar heb je het gemist, deze Hollandse grijze luchten? Nou, dit is lekker Hollands, hè. Dat is waar we voor terugkomen. Dan word je weer blij als je naar de zon gehoord mag. Maar wat wel een voordeel is, er is wind, toch? Ja, zoals het er nu naar uitziet, is goed. Dus hier kunnen we wel wat mee. Wordt leuk. Vorig jaar, een jaar geleden, stonden jullie nog te vechten om een Olympische kwalificatie met z'n tweeën. En nog steeds even goede vrienden? Ja, absoluut. Ja. Ja, nee, dat was vorig jaar. We zijn nu weer een jaartje verder. En het is gewoon weer een nieuwe start. Dus druk is er ook vanaf. Het is gewoon meer plezier met de hele groep. Dus het is gewoon weer echt gezellig. En jij hebt al twee evenementen gewonnen dit jaar, als ik me niet vergis? Ja, Palma en daarvoor Miami. Dus dat is zeker niet verkeerd. Het is mooi om nog eentje erbij te pikken, maar we gaan maar even kijken. En jij bent eigenlijk sinds kort weer begonnen met intensief Olympisch zeilen. En waar sta je nu? Surfen. Ja, nee, in principe gaat het op zich wel goed. Ja, ik heb na de Olympische Spelen niks gedaan, tot aan Palma. Dat was de eerste wedstrijd die ik toen had gevaren. En dat ging op zich redelijk, met veel wind. Ja, ging nog steeds vanuit, ging het goed. Met het lichtweer was het iets wat lastiger. De conditie was iets achteruit gegaan. Maar dat hebben we de laatste tijd opgepakt. En ik denk dat het op zich wel mee moet vallen. Dus beide topfit en veel zin in? Ja, absoluut. Zeker. Succes deze week. Ja, we gaan er wat moois van maken. Pieter-Jan Posma, Nederlands hoop in de Finn-klasse. De Delta Lloyd Regatta komt eraan. Wat zijn jouw verwachtingen? Ja, het komt een hele mooie week aan. De weersomstandigheden zien er goed uit. We krijgen een week vol wisselende omstandigheden. Wind en ook lichtweer. Ik heb er een heleboel zin in. En de hele wereldtop is aanwezig, dus laat maar komen. En jij bent wel liefhebber van een beetje wind, herinner ik mij. Of zie ik dat verkeerd? Ja, ik hou van een beetje actie en adrenaline. En dat staat op hem nu. En dus dat is mooi. Maar ook minder wind. En daar heb je in China ook heel veel mee te maken gehad op de Olympische Spelen vorig jaar. Ja, zeker. Wat ik ook heb gekeken afgelopen jaar, ik wil een bredere zeiler worden. En daar hebben we de laatste 6 maanden ook aan gewerkt. Dus ook al is het hier licht weer of weinig wind, of maakt niet uit. Ja, ik ben een breder zeiler aan het worden, dus dat is voor mij ook een grote uitdaging. En te kijken hoe ik daar nu in sta. Maar dat lijkt me ook moeilijk dat je zeg maar, je oude liefde goeiedag moet zeggen. Want veel wind, veel spektakel, dan moet je toch een beetje. Je moet beter worden in minder wind, dus dan moet je dat ook veel doen. Nee, die liefde die blijft. En maar ik wil gewoon breder worden en meer liefde erbij krijgen. En dat proces, dat gaat goed. Want hoe ben je dat aan het doen? Wat zijn dan de belangrijkste dingen waar je op richt? Gevoel, subtiliteit daarin. Ik ben zelf, heb ik het overzicht, ben ik af en toe een beetje ruw. En dus daar een stuk gevoel in brengen, subtiliteit in de bewegingen. Dus waar je voorheen gewichtsheffer was, moet je nu balletdanser worden? Ja, dus tegelijk. Dus gewicht heffen met van die schoentjes aan. Ja. Okay. Nou, dat lijkt me niet zo eenvoudig, maar goed, dat gaat de goede kant op. Dat gaat zeker de goede kant op. En wel het houden wat ik kijk. Het is een stuk in mijn spieren. Ik heb grote spieren. En er komen nu een stuk fijne motoriek bij. En die samenvoegen, dat wordt dus een gewichtsheffer in de balletzaal. En wanneer ben je tevreden deze week? Want we gaan je een beetje volgen. Leuk dat je me gaat volgen. En wanneer ben ik tevreden? Ik was in 2007, 2, 2008, 2004. Ik ben niet iemand die zich vastpint op een bepaald resultaat. Maar in die buurt daar wil ik wezen. Veel succes. Dankjewel.